Thomas Keizer uit Nieuwe Niedorp is een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor het goede doel. De 18-jarige muzikant gaat met zijn Fiat Panda naar Zuid-Italië rijden om onderweg zijn verhaal te doen en ook de verhalen van anderen vast te leggen. Keizer wil graag op jonge leeftijd al iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van een album. En dat album heeft eigenlijk als hoofdthema liefde. En ik dacht, ik verdien nu al wat geld met saxofoon spelen en dan treed ik ook hier en daar een beetje op. En dat album wat ik nu aan het schrijven ben, dat is dan met zang en piano. En ik dacht van, voordat ik nou echt geld ga verdienen met muziek, wilde ik eerst wat teruggeven aan de maatschappij. En ik dacht, vandaar die inzamelingsactie, dat leek me wel een mooi iets om dat te doen. Ja. En wat ga je doen met die inzamelingsactie? Het geld dat we daarmee ophalen, ga ik doneren aan de goede doelen Stichting PTSS en Stichting Het Vergeten Kind. Waarom die twee? Ik heb me de laatste tijd een beetje omringd met de mensen waarvan ik denk dat ze wel mijn hele leven bij me blijven. En die hebben eigenlijk al allemaal wel wat meegemaakt en ook een eigen verleden. En dat vond ik wel een mooi iets eigenlijk, dat ik me dan zo kan omringen met dat soort mensen en dan een echte band met mensen kan creëren als het ware. Ja, en voor die mensen wil je dus iets terug doen, zei je? Ja, voor hun en voor eigenlijk alle mensen die zich een beetje vergeten voelen af en toe. Of ook wat hebben meegemaakt, wat ze eigenlijk niet vergeten. En onderweg ga je dus je verhaal vertellen. Hoe ga je dat doen? De hele reis die wordt dus vastgelegd. En dan zullen we op sociale media, Instagram en TikTok, zullen we het een en ander plaatsen. En op YouTube komt dan een uiteindelijke aftermovie van de reis. In totaal hoopt Keizer 100.000 euro in te kunnen zamelen, wat hij aan het eind van zijn reis zal doneren aan Stichting PTSS en Stichting Het Verloren Kind. Wie Keizer en dus de goede doelen wilt steunen, kan hiervoor terecht op de inzamelingspagina Hoop, Liefde en Geluk voor Iedereen.